Welkom bij weer een nieuwe NEC-update voor de wedstrijd van zondag tegen Go Ahead Eagles. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We zitten in een belangrijke maand voor NEC. Want dit is eigenlijk een beetje aanhaken of afhaken voor een plek van de play-offs. Tegen ploegen waar je gewoon punten tegen moet halen. Afgelopen zaterdag was dat een ploeg, Sparta. Daar hadden we gewoon 3 punten moeten pakken, zeker met goed voetbal. Het werd er maar 1. Ja, nee, dat zijn 2 terechte conclusies. Uiteindelijk hebben we denk ik... Ja, voor mij een van de betere wedstrijden gespeeld in de Eredivisie in deze afgelopen 1,5 jaar. Ja. Alleen, we hebben maar 1 punt overgehouden en daar gaan we ook niet meer terugdraaien. Maar we gaan proberen hetgeen wat we goed doen te blijven doen en andere dingen te verbeteren. Ja, iets wat in het eerste deel van het seizoen nog niet lukte, kansen creëren, die creëer je nu wel. Nu die doelpunten dus nog. Ja, stap voor stap is dan het credo, zou ik maar zeggen. Alleen, ook dat klopt wat je zegt. Ik bedoel, we hebben voor de winter redelijk vaak ook gesproken over... Ja, het is moeilijk om wat af te dwingen. Mm-hmm. Ja, daarin zie je zeker, denk ik, ontwikkeling. Nou, de laatste ontwikkeling is om daar nog meer uit te halen. En dat schijnt ook het moeilijkste zijn van het spel. Maar daar zijn we mee aan de slag. Ja, dan spraken wij in Spanje met een speler die als doel had om in 2023 vaste waarde te worden voor Rogier Meijer in het elftal. De afgelopen wedstrijden staat hij in de basis. Kortom, dat doel is al gehaald. We praten met Ibrahim Sissoko. Ja, in Spanje hadden we het over. Ja, ik ben gewoon wat ik zei. Ja, ik ben hard aan het werk om mijn doelen te bereiken. En ja, ik ben blij dat de trainer dat ook ziet en dat hij mij beloont met dit. Ja, dus we moeten nu alweer, we zitten op eind januari weer een nieuwe doelstelling voor 2023 gaan zoeken, Ibrahim. Die weet ik nog niet, maar daar kom ik... Ik hoorde net een hele mooie, jouw club waar je naartoe wilt. Ja, zo was het ook, maar ja, dus, nee, dat is nog een beetje te ver denk ik nu. Maar we komen wel, op die doel komen we wel terug. Dan hebben we de afgelopen weken veel gehad over spelers rondom hun contract. Denk even aan Bart Verrooy nog afgelopen week, Ivan Marquez. Maar hoe zit het eigenlijk met Soufiane El Karouani? Ja, wij hebben gewoon... ik heb een aanbieding gehad natuurlijk, dat is algemeen bekend. Ja. Dat heeft hij ook in de media verteld. Daarover zijn wij in gesprek gegaan en daarover zijn wij nog steeds in gesprek. En dat is even kijken wat eruit komt. Ja, maar zeg jij van... nou ja. Ik voel me eigenlijk ook nog wel goed hier, dus ik wil er eigenlijk wel uitkomen met NEC. Tuurlijk, het liefst kom ik eruit met NEC. Dat is, hier ben ik begonnen en dat is gewoon mijn club. Ik wil graag blijven. Heb jij iets afgesproken nu met Carlos? Hè? Bart die zou binnenkort weer gaan zitten, Ivan ook. Zit jij ook binnenkort weer met Carlos? Ik kan daar niet heel veel over loslaten. Ik kan er niet te diep in ingaan. Ik denk dat ik hiermee zeg maar, genoeg heb verwoord. En, toch, de gesprekken zijn gewoon gaande, maar ik kan niet... Snap je dat wij denken van jullie willen allemaal zo graag blijven? Waarom duurt het zo lang? Snap je dat wij dat denken dan? Ja, dat is... dat begrijp ik helemaal, maar ik kan daar niet in details op ingaan. Sorry. En dan voor zondag, Go Ahead Eagles. Het was hier thuis een spectaculaire wedstrijd. Het werd 3-3 op de valreep door nog een doelpunt van Philippe Sender. Gaat het weer zo'n spectaculaire wedstrijd worden? 3-3 was het. Weet ik niet. Ik denk wel dat de ploegen niet veel uit elkaar liggen. En ik vind Go Ahead fysiek sterk. Echt een elftal, een team. Waar ook wel een duidelijke manier van spelen is. Aan ons dan weer de taak om te kijken of we dat kunnen doorbreken. En je weet als je uit bij Go Ahead speelt. Met het publiek, met dat stadion. Ja, dat wordt wel een pittig potje. Maar dat zijn ook de mooie wedstrijden. En ik denk wel dat het een leuke wedstrijd wordt. Dat denk ik wel. Iemand die weer terug is. Tenminste, weer mag spelen. Is Tanane. Is dat een speler die je eigenlijk gelijk al op je briefje neerzet voor de opstelling? Ja. Ja, zo denk ik er wel over, ja. Ik heb daar niet zoveel twijfel over. Als hij fit is en niet geschorst, dan speelt hij, ja. Pedro Marquez maakt weer een belangrijk doelpunt. Is dat iets voor jou dat je nu moet nadenken van oké, wie zet ik in de spits? Nee, zover is het bij mij nog niet gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat Nani uitstekend speelt in zijn rol. Ja, dan kijken we nog even naar Jordi Bruin. Die is natuurlijk deze week aangesloten. Hoe is dat gegaan? Ja, goed. Ziet er goed uit. Fit en fris. Hè. Hij is natuurlijk lang niet gespeeld, dus nee. Dat brengt altijd weer een nieuwe energie met zich mee. Wat dat betreft fijn dat hij erbij is, want het geeft ons een extra optie op meerdere posities. Hij zit bij de wedstrijdselectie? Die is erbij. Ja. Hoe is het met de rest van de Metsen? Nou, die zit er nog niet bij. Maar dat is ook volgende week is natuurlijk een korte week met al die wedstrijden. Maar die heeft vandaag al heel veel gedaan. Dus dat verwacht ik ook op korte termijn dat hij erbij is. Metsen is dus afwezig. En ook Philip Sender is nog een vraagteken voor zondag. Hij heeft griep gehad deze week. En voor hem zal dan Joris Kramer gaan spelen.
Tot zover de NEC-update van deze week. Wij zijn er volgende week weer twee keer zelfs. Want woensdag wordt er gespeeld in de beker. Dan is Feyenoord wederom de tegenstander in de Kuip. Dat betekent dat wij er dinsdag in ieder geval ook weer zijn met een korte update. Graag tot dan.